Hallo, het is vandaag een prachtige dag in Doetinchem. Er komt namelijk een vracht nieuwe caravans aangereden. De Hobby Deluxe 460 SFF. Ik laat u in deze sneak preview alvast de binnen- en de buitenkant van de caravan zien. Wilt u nou een uitgebreidere video van deze caravan zien? Bekijk dan dit YouTube kanaal. Kijk met mij mee! Staat de caravan. Prachtig en wel. Ik laat u de vernieuwingen van de buitenkant zien. Er is meer ruimte gekomen voor wit in het exterieur. Geeft de caravan een enorm sportieve look. Ziet er erg goed uit. De twee koelkastroosters. U kunt hieraan zien dat er een enorme koelkast in deze caravan zit. Laat ik u zo van binnen zien. De luxe. Dat is deze caravan. Aan de voorkant zien we een vernieuwing van het modeljaar 2021. De knotstabilisator. Hierdoor ligt de caravan nog veiliger en beter op de snelweg. Kijk eens die prachtige voorkant in het zonnetje met die mooie aerodynamische lijnen en het voorraam wat de Hobby caravan altijd zo mooi kenmerkt. Hij is prachtig van de buitenkant. Hij is 6,75 meter lang. De caravan is 2,30 meter breed. Erg mooie maatvoering. Ik laat u nu zien hoe prachtig deze caravan er van de binnenkant uitziet. Kijk met mij mee! Ik laat u de caravan nu van de binnenkant zien. Kijk met mij mee, er wacht u veel moois. Pleaser hoorder over de hele lengte en breedte van de deur. En dan zie ik aan mijn linkerzijde de eindkeuken. Met het 3-pits gasfornuis. Kraan met warm en koud water. Want de caravan is voorzien van een boilersysteem. En onder die gaspitten zie ik drie enorm grote laders. Sluit allemaal met softclose pushlock. Als ik dan verder loop in de caravan, kom ik uit bij een hele bijzondere ruimte. Dit is de toiletruimte. Die is enorm groot. Hier ook weer een kraan met warm en koud water. En hier het Tedford toilet. Loop ik verder in de caravan, kom ik hier bij de zitten terecht. Erg mooie zitten zit. Met ook een grote celtafel daarin. Liet u van binnen of van buiten al die koelkastroosters zien. Hier zit die koelkast. Enorm groot. Inclusief een vriesvak. Erg mooi is dat. Dan verder lopen. Kom ik hier uit bij de grote hangkast. Onder die hangkast zit de kachel. En nu komen we uit bij het mooiste van de caravan. De slaapkamer. Het queensbed. Prachtig is dat. Kan omhoog. Dan ontstaat er enorm veel beladingsruimte. Erg mooie indeling is dit. Super mooi. Ik ga hem nu van de buitenkant helemaal mooi schoonmaken. En dan gaan we hem presenteren in onze showroom in Doetinchem. Schoon. Ik heb hem helemaal mooi schoongemaakt van de buitenkant. We gaan hem presenteren in Doetinchem in onze showroom. Wilt u al wat meer lezen over deze caravan? Dan kan dat op www.meerbeek.nl. Tot ziens.